De ASO van deze week rijdt op het Industrieplein in Nijmegen en kent deze rotonde blijkbaar op zijn duimpje. Het overige verkeer sorteert netjes voor en moet wachten voor het rode verkeerslicht. Het lijkt deze gehaaide bestuurder ook te doen, maar niets is minder waar. Hij krijgt groen licht en geeft gas, maar niet om rechtsaf te slaan. Hij blijkt gewoon ordinair te willen voordringen voor de baan rechtdoor. En eerlijk toegegeven, bij deze acties zijn geen levens in gevaar gekomen. Maar desondanks is het gewoon een asociale actie en een spreekwoordelijke middelvinger naar de andere weggebruikers. Heeft u zelf iets gefilmd op de weg? Mail het ons en wie weet komt uw video de volgende keer in ASO van de Week.